Welkom bij een nieuwe aflevering van Villa Vierdaagse. Op 5 dagen voor de Vierdaagse ga ik in gesprek met zeer interessante en belangrijke mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan die Vierdaagse. Belangrijk vooral omdat er geen Vierdaagse marsen zijn zonder parcoursbouwers, zonder blarenprikkers, zonder militairen, maar vooral niet zonder de wandelaars. Vandaag praat ik met Arno Bernhards, die 42 jaar lang actief was als hoofdparcours. Jij bent altijd verantwoordelijk geweest voor de parcoursen van de Vierdaagse, tenminste de afgelopen 42 jaar. Vertel eens, wat houdt dat in voor werk? Nou, ik hoop dat jullie even hebben, want dan kan ik 42 jaar wel helemaal uit de doek doen. Nou, nee, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat elk jaar bijna hetzelfde is. Hè? De route is in grote lijnen gestoeld op traditie, dus je houdt ongeveer altijd hetzelfde. Alleen het lukt niet altijd. Nee? Er worden wegen veranderd, er komen snelwegen bij, er komt ineens een viaduct of ze halen ergens iets weg, waardoor ik natuurlijk andere routes moest bedenken. Maar dat doe je niet een dag van tevoren? Dat doe je al ruim van tevoren. Hoe lang van tevoren ben je bezig? Een jaar. Ik begin ongeveer 1 september. Dus na augustus dan wil ik helemaal de Vierdaagse niks horen. Nee. Dus september begin ik. In principe moet ik klaar zijn eind december, dus 31 december. Dat heeft te maken met allerlei draaiboeken van politie, gemeenten, hulpdiensten en dergelijke. Die worden daar allemaal op afgestemd. Uiteraard komt het natuurlijk voor dat je hier en daar toch nog een keertje... Kan niet anders. Het zit al een half jaar tussen, hè? Precies. Ja. En zo hebben we een leuk voorval destijds gehad bij Overasselt. Daar ging men de dijk verzwaren en op een gegeven moment was de weg weg. De weg weg? De weg was weg. En dat moeilijk was, lopen. En dat was een week voor de Vierdaagse. Nou, dan is het natuurlijk alle hens aan dek. Dan gebruik je de televisie om de boel allemaal een beetje te activeren. En dan krijg je ook meer medewerking van alle anderen die daarbij betrokken zijn. Maar toch wel. Dus van politie kregen wij de toestemming uiteraard om de grote weg te gebruiken. De weg van Overasselt naar Heumen en niet meer over de dijk. De provincie heeft zijn toestemming moeten geven. Want dat is de afrit van de A73. Ja. En daar gaat enorm veel verkeer overheen. Ja, ja, ja. Ook richting Graven en zo. Dus dat is allemaal goed geweest. Ja. Een dijkverlegging of dijkverzwaring in Lent heeft ervoor gezorgd dat we daarna door het dorp Lent gingen. En dat is inmiddels een traditie van, ik geloof, 21 jaar. Ja. En dat zou heel erg zijn als dat verlegd werd. Maar goed, dat is de voorbereiding. Ja. Dan is feitelijke werk, want jullie moeten borden neerzetten. Jullie moeten afstanden meten, denk ik. Niet elke dag lopen ze 30 of 40 of 50, nee, hè? Helaas kan dat, dat kan niet. Nee, dat probeer je wel. Ja. Even uit het hoofd, vooral de 30 kilometer lopers. Ja, die zijn zwaar de pineut. Hoezo? Vooral dag 2, want dat is ongeveer veel meer dan 30. Ik zal maar niet zeggen exact hoeveel, maar het is erg veel. Geen wonder dat de mensen zo moe zijn na de dag van wiegen. Ja, precies. En wiegen heeft sowieso natuurlijk wat meer problemen. Als we kijken naar dat hele smalle straatje wat ze af moeten naar de markt. Ja. Daar hadden we een oplossing voor bedacht ooit om de 30 kilometer eerder, dus via de Meester van Kootlaan te laten lopen. Ja. Maar dat vonden diverse toch niet leuk en die wilden iedereen via de markt hebben. En zo is het gekomen. Maar ik vind dat nog steeds een doorn in het oog, maar dat is voor mijn opvolger. Ik hoef me daar gelukkig niet meer druk over te maken. Ik weet vanuit het verleden, toen ik je belde voor een interview, dat je 's nachts nooit kon. Hoe bedoelt u, 's nachts nooit kon? 'S nachts waren je altijd druk. Ja, 's nachts ben ik bezig. En wat doet zo'n ploeg dan? Want je doet het niet alleen natuurlijk. Nee. Ons team bestaat uit 5 mensen.
Ja. Daarvan twee ploegen, die hebben ieder een auto. Ja. Dus dat zijn 2-2, want alleen kun je natuurlijk nooit een woord ophangen. Die beginnen maandags met de route uit te zetten. Als de route uitgehangen is, dan ga ik, eigenlijk is dat dan dinsdagmorgen. Om 1:30 s'nachts loopt mijn wekker af. En dan ga ik met één aangewezen vrijwilliger van die vier de routes controleren. Of alle borden nog wel op de juiste plaats hangen. Heel soms doet de ploeg extra een bord verkeerd hangen. Om te kijken of ik de slaap wel goed uit heb. Je moet controleren. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus, en daar word ik dan 's morgens ook over overhoord. Ja. Heb je nog dat bord gezien wat verkeerd hing? Ja, dat zagen we per ongeluk toen we langs reden. Zulke soort verhalen. Dus puur om jou een beetje te Een beetje om mij te plagen. Ja. Maar goed, alles in vriendschap, hè? Let wel. Ja, nee, dat snap ik. Alleen jullie zijn dan 's avonds al bezig? Of hoe laat begint dat? 's Nachts om 12 uur of nee, zo? Nee, de maandag om 9:00, 9:30, omdat het de eerste dag is, is het vaak wat later. Worden de borden allemaal gesorteerd op afstanden. Ja. En die worden dus in die twee wagens geladen en die gaan hem uithangen. Dat is overdag. Ja. En 's nachts wordt de route gecontroleerd. En als er nou de eerste dag gelopen wordt, dus de dinsdag, dan gaan ze dus de borden uitzetten voor de dag van Wiegen. Alleen 's avonds, als de eerste dag gelopen is, moeten ze die ook weer inhalen. Zo, dus dat gebeurt meestal na 5:00. En dan heb je af en toe best eens wandelaars die onderweg zijn blijven steken. Hetzij een horecagelegenheid, hetzij wegens enorme pijn aan de voeten. Ja, en die balen dan dat de borden weggehaald worden. Dus heel af en toe zeg je nou, laat ze maar hangen. Dan doen wij dat vannacht wel eventjes extra. Ja, en dan hoor je ineens dat 10 jaar geleden of zo, dat die route andersom gelegd wordt. Die van de eerste dag. Dus niet meer eerst naar Bemmel-Oosterhout, maar andersom. Ja, dat heb ik 2 jaar... Geeft dat nog problemen? En waarom was dat? Weet je dat nog? Nou, dat weet ik heel goed. Ik ben daar 10 jaar over bezig geweest. Zo? 10 jaar over bezig geweest in het bestuur. Ja. Om het bestuur op dezelfde golflengte te krijgen als ik. Andersom te dus lopen. Vanaf 2006, toen dat vervelende gebeuren was op de dijk. En er werd elke keer maar terzijde geschoven. En toen heb ik dat een paar jaar geleden toch weer geroepen. En toen riep de dokter, Ernst Paul van Etten, die riep briljant. Nou, en op dat moment is ook het bestuur gaan meedenken. En toen kreeg ik toestemming om de route te kijken of die andersom kon lopen. En dat was, u had daar een argument voor natuurlijk? Ja. Dat was vanwege de ochtendkoelte? Precies, ja. Precies. U zegt het juist. Ja. 'S morgens is het veel frisser. Ja. En 's middags is die dijk van bijna 3,5 kilometer een hele vervelende... En lang, hè? Ja, en het gekke is juist, op die dijk is het ook altijd heter. Hoe dat komt, weet ik niet. En dus vandaar die omlegging. Ja, nou weet ik ook dat er iets was met de Hummersoord. Want de mensen die op Hummersoord zitten, moesten ook een défilé op de vrijdag meelopen. Zoiets was dat toch, of niet? Ah, ja, ik ben redelijk goed geïnformeerd. Ja? Hoe zat dat? Nou, de militairen, op een gegeven moment, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden, toen heeft het enorm geregend op die vrijdagmiddag. En er stonden vooraan bij de vereniging, stonden al die hoge jongens. De bobo's, zeg maar. En die stonden te wachten tot hun militairen langskwamen. Ja, maar die dachten om bij iets voor hun, of bij Charlemagne, ja, tegenwoordig McDonald's heet dat. Ja. Daar krijgen de militairen hun medaille al uitgereikt. Bij de scheidingsweg is dat. Iets voor de scheidingsweg. Ja. Krijgen ze hem uitgereikt. En die dachten, ja, maar met dit rot weer, wij lopen gelijk rechtsaf naar het kamp. Dus niet door naar de wedren. En je ziet ons niet meer. De bobo's die stonden daar voor Jan Boterletter. Die stonden voor Jan met een hele korte achternaam, als je het zo mag uitdrukken. Nou, daar is natuurlijk over gesproken op bestuursniveau. Met als gevolg dat ze werden verplicht om voortaan de Sint-Anna-straat mee te gaan lopen. Toen zeiden de militairen, haha, als het verplicht is, lopen wij veel te lang. Dus... Want dat scheelde hoeveel? 5 kilometer? Dat scheelt bijna 5 kilometer, ja. Heen en terug? Nee. Alleen heen? Want ze worden bij de wedren worden ze opgevangen en dan stappen ze in bussen. Ja. En dan worden ze met bussen naar hun vervoerd. Ja. Dus scheelde 5 kilometer, dus je route moest korter. Dus de route moest korter. En toen moest ik dus aan de slag om hier en daar de route wat in te korten. En hoe heb je dat opgelost?
Nou, overal een stuk af. Een groot stuk in Wijchen eraf voor de militairen. Ja. Had weer wel gevolg dat de militairen weer eerder langs het defileerpunt bij de burgemeester kwamen in Wijchen. Ja. Dus dat, ja, helaas, je kunt het niet altijd perfect nee, precies regelen. Zoals je het wil. Nee. 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 Nou weet ik ook dat je parcours regelmatig om moet leggen, dat zei je net ook. Ja. En na 42 jaar zeg je, ik stop er maar mee. Nou, zo was het niet helemaal hoor. Het bestuur had... Het is wel lang hoor, het 42 is, ja, 42, maar ik had graag toch mijn 45 vol willen maken. Toch wel. En in 2016 moesten wij een formulier invullen hoe lang wij nog dachten door te gaan voor de Vierdaagse. En daar heb ik keurig ingemeld, zolang als het mij gegeven is. Ja. Nou ja, dat. Daarna werd er in een gesprek in 2017, eind 2017, medegedeeld dat ik had aangegeven in, na de Vierdaagse van 2018 te stoppen. Nou, dat was natuurlijk niet waar, want in 2016 dus had ik daar kwam een dispuut uit, laten dus, we dat maar zo precies, zeggen. Precies, toen was het een probleem. Maar om nu verder op details in te gaan, u hebt natuurlijk een geweldig afscheidsfeest gehad. Ik heb helemaal niets gehad. Nou, dan hebt u een lintje gehad. Ik heb helemaal niets gehad. Dat komt misschien nog. Dat zou denk ik toch wel te laat zijn, maar dan accepteer ik niets meer. Okay. Dat kan ik u dan ook vertellen. Dat is vertellen. Een tweede, ja. Maar goed, nu heb je een hoop vrije tijd tijdens de Vierdaagse. Ja. Ga je nou ook meelopen? Nee. Oh, niet. Nee. Dat, nee, de Vierdaagse is voor mij eigenlijk een gepasseerd station. Vind je leuk meer? Het evenement op zich is perfect. Ja. Het gaat om die ruim 45.000 lopers. Ja. En die moeten 4 dagen enorm veel plezier hebben. Ja, maar ik kan me voorstellen, als je 42 jaar dit doet, kun je 42 jaar bijna niet deelnemen aan de Vierdaagse feesten. Nee, niet. Daar heb je nou wel tijd voor natuurlijk. Gaat ja, u dat ook doen? Dat zou ik kunnen hebben, maar dat doe ik dus gewoon niet. Nee. Nee, ik heb 1 dag ooit in 2014 een dag zwart meegelopen met mijn kleinzoon. Zwart nog wel? Zwart meegelopen, ja. Ja, ik was niet zwart, maar nee, je maar, noemt dat zo. Illegaal meegelopen. Ja, precies. Ja. En dat was mij heel goed bevallen. En misschien als het anders allemaal was gelopen, dat ik daarna wel een... regelmatig bezoeker van de Vierdaagse Marsen zou zijn geweest als loper. Ja. Maar nou bent u geëindigd als hoofd van al die parcoursen. Ja. U zat ook in het hoofdbestuur. Nee. Met de topgroep die dat bepaalde. Het bestuur bestaat uit 4 personen. Ja. En daar hangen dus allerlei hoofden van dienst. Hoofden van onder, dienst was u. Onder. Ja. En die hoofden van dienst en vooral mijn persoon, ik mocht dus spreken met polities, provincies, gemeenten, niet vergeten. En dat was, dat was eigenlijk het leuke voor mij voor de Vierdaagse. Ja, ja. En dat gaat u wel missen, neem ik dat aan. Dat mis ik, natuurlijk. En dat zal ook blijven zo. Ja. Maar bent u begonnen als hoofd van dienst? Nee. Nee, in het begin heb ik zelf de borden met andere mensen uit mogen hangen en spijkeren. Toen waren het nog houten borden, 2 centimeter dik. En daar moest je houten pijlen op spijkeren. Dus je was 's morgens eerst een soort bouwvakker, een timmerman. En je had het heel erg druk en dan had je ook een bestelbus om alles in te vervoeren. En nou hebben we tegenwoordig van die kunststofborden, wegen haast niks meer. Nee. En zijn heel dun en die kun je achter in de kattenbak van een auto. Maar die moet je toch nog steeds spijkeren toch? Of niet? Nee, spijkeren werd verboden. Oh, wat nu dan? Nu plakken ze Nu worden ze vastgebonden. Gebonden? Gebonden, ja. Kijk, vroeger, vooral in het buitengebied, had je erg veel van die... houten palen waar de telefoondraden en elektrisch over gingen. En daar kon je heerlijk je bord aan spijkeren. Ja. En ook wel eens in een boom. Nou goed, die werden er gewoon met de klauwhamer de volgende, of 's avonds de volgende dag uitgehaald. Maar op een gegeven moment mocht dat niet meer van een bepaalde plantsoenendienst in Nijmegen. Die stond te stampvoeten en die zeggen, als ik nou nog 1 bord zie tegen de palen aan, dan ruk ik ze er allemaal af en dan krijg je ze niet meer terug. Dus nou ja. Is het wel eens gebeurd dat de route niet klaar was, dat vandalen daar iets mee gedaan hebben of een bord vergeten of wat ook? Dat is zeker wel eens gebeurd, want als je zeker wist dat dat niet nodig was, dan hoefde ik 's nachts het bed niet uit. Nee.
Nee. Dus de controle was echt nodig. Maar hoe weet je dat dan, als er na de controle iets gebeurt? Dat gebeurde ook wel eens. Ja, dat was een ramp. Want, ik weet nog, ik word je dan gebeld of zo? Ik weet nog op Wezenhof in Nijmegen. Ja. Daar hadden ze op een gegeven moment daar hadden ze een bord weggehaald. Dat bord vervangen wij midden in de nacht. Op een gegeven moment kregen wij een telefoontje in de auto van ga als de wiede weer gaat terug naar Wezenhof, want daar lopen ze allemaal fout. Ja. Toen bleek dus dat men na ons, dat wij dat bord vervangen hadden, weer het bord hadden verwijderd. En de militairen die op vrijdag een uur eerder startten, die liepen de Wezenhof in en dat was net een slakkenhuis, dus die liepen alsmaar rondje en die kwamen op een gegeven moment vast te staan in de woonwijk. En wat doe je dan? Snel even er naartoe? Ik stond op dat moment met de telefoon, die stond ik in Kuik. En dan gebruik je de brug, het fietspad van de brug, om met de auto heel snel overheen te gaan. En te kijken wat het probleem was. Maar gelukkig had de politie ook al ingegrepen. En die regelde en het al. En die stond daar het verkeer te regelen. En toen hebben wij dus het bord weer kunnen vervangen. En het leuke is, als je door die woonwijk Wezenhof en je kijkt dan bij een appartementencomplex, dan zie je daar nog steeds een bord voor het raam staan, voor een kelder, box. Ons routebord, wat destijds weggepikt is. Oh, ja. Dus u weet nou wie het gedaan heeft? Nee, ik weet niet van wie die kelder is. Nee. Ja. Nou zei u net van, het leukste vond u het onderhandelen of overleggen met politie, diensten en al die dingen meer. Ja. Rijkswaterstaat waarschijnlijk ook. Ja. Natte en droge. Natte en droge? Natte en droge. Wat is het verschil dan? Nou, de droge die gaat over de wegen en de natte die gaat over de vaarwegen. Ja, maar ja, dat is zo niet aan de orde, bijvoorbeeld toch? De ponton die ligt in de Maas. Nou, dan moet je dus met Rijkswaterstaat praten. Ja. Toen de gemeente Grave een extra ponton wilde hebben net na de sluis, zodat ze wat meer en makkelijker schijnbaar door het stadje Grave konden gaan. Toen hebben we ook met de natte waterstaat aan tafel gezeten. En, dus je had ook te maken met die ponton. Ja, dat is een deel van het parcours natuurlijk. Dat is een deel van het parcours, ja. Maar ja, dat deed de genietroepen deden ja, dat toch? Ja, gelukkig wel. Nee, maar dan, wat moet je dan regelen? Daar? Nou, de tijden ja? vragen hoe lang de Maas afgesloten mag worden. Oh, die wordt afgesloten natuurlijk. Ja, ja en ja. Dat heeft weer met, ik weet even niet meer uit het hoofd hoe die schippers club heet. Weet ik ook niet, maar goed. Maar Bestevaar of zoiets. Schuttevaar misschien. Nou, ik weet het niet meer precies. Okay. Maar in ieder geval, die willen dus doorvaren zo snel mogelijk. Ja. En wij houden ze op. Ja. En dat heeft wel eens strijd tussen aanhalingstekens. Dat, ja, maar in de dorpen worden ook wegen afgesloten, toch? Voor het verkeer? Ja, ja, ja. Dat gebeurt door de gemeentes of bent u er ook bij betrokken? Nee, nee, nee. Ik ben alleen betrokken bij de route en ik geef dat door en bespreek dat met de diverse gemeenten. En die nemen dan hun verkeersmaatregelen. Ja, en dat is het hoofdlid veiligheid weer verantwoordelijk voor natuurlijk, of niet? Nee, je hebt tegenwoordig hebben we een hoofd mobiliteit die regelt mede de verkeersregelaars. En die zet ze hier en daar in als een gemeente zelf geen verkeersregelaars heeft. Maar wie heeft eigen verkeersregelaars via, ik zeg maar, een voetbalclub of een gymclub of iets dergelijks. En die zet die mensen dan in en dat werkt perfect. En hoe is dat in de andere gemeentes geregeld? Groesbeek en zo en Elst? Elst deels, dacht ik. En deels moeten wij invoorzien in verkeersregelaars. Ja, en Kuik ook. En Kuiken ook, uiteraard. Ja, ja. Ja. En die zijn genoeg voorhanden? Nee, dat is een probleem. Ja, dat dacht ik keer. Al. Ja, ja. Ja, ja. En hoe los je dat op dan? Dat is mijn probleem gelukkig niet. Is jouw probleem niet? Nee, okay. nee, heerlijk hè. Ja, het is wel lekker dat je kunt achteroverleunen en zeggen. Bij wijze van spreken, ja. Dat doet een ander maar. Ja, 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 ja. Goed, had je nog iets te melden aan de groeigemeente? Je hebt 42 jaar in werk gedaan. Ik kan me voorstellen dat er enorm veel veranderd is met 42 jaar geleden. Zou je even kunnen vertellen wat er dan veranderd is in die tijd? Nee, want dat duurt de uitzending veel te lang. Nee, maar want elke dag zijn er, elk jaar zijn bijna voor elke dag wel wijzigingen, CQ aanpassingen. Ja, maar een parcoursbouw voor 45.000 man is niet anders dan voor 20.000 man. Dat zou ik toch niet zo hard durven roepen. Nee, dat is de vraag. Want als op een gegeven moment de 30 kilometer lopers,
Dat waren er vroeger ongeveer 5000. Dat groeide redelijk snel naar 7,5. En nu zitten we op bijna 12, zaten we op bijna 12.000. En dat aantal groeit alsmaar. De ouderen die hebben wat meer vrije tijd en die denken, och, dan hoef ik ook geen 40 of 50 te lopen. Nee. Ik schrijf in lekker voor de 30. Ik maak hetzelfde feest mee en ik lever een prestatie. Okay. Maar dan heb je hier en daar wat te smalle wegen. En dan konden die 5000 makkelijk overheen, maar die bijna 12.000 niet. Dus dan moet je daar wat voor wijzigen. Ja. Zoals in Ressen heb ik, doordat ik de eerste dag heb om moeten gegooid, heb ik ook toestemming gevraagd om de 30 kilometer lopers ook via Bemmel te laten lopen. Die lopen nou met de militairen mee, via Bemmel, komen ze nou 's middags. Bemmel natuurlijk hartstikke blij. Die kregen 12.000 extra bij die ze anders nooit hadden toen het omgekeerd was. Want dat splitste zich eerder. Ja. En zulke soort wijzigingen krijg je dan af en toe met een beetje moeite krijg je ze wel voor elkaar. Okay. Iedereen moet de handen op elkaar houden natuurlijk. Ja, daarom. En dat gaan we ook voor je doen, want 42 jaar is niet niks. En we zijn bijzonder blij dat je eens een keer een kijkje achter de schermen van het parcours bouwen wil laten zien. Dat is nog maar een heel klein deeltje. Maakt niet uit, dan komen we nog een keer bij elkaar. Arno, bedankt. En morgen zijn we er weer met een uitzending. En dan is Maria Pelen van het Rode Kruis onze gast. Fijne dag verder. Graag tot morgen.